Iets wat je invriest, is vaak na ontdooien niet meer hetzelfde. Ik vertel je hoe dat komt. Kan een ingevroren mens ooit weer leven? Dit is de Universiteit van Nederland. Zou jij het doen? Jezelf na je dood laten invriezen? Het klinkt misschien gek, maar er zijn best wat overleden mensen die op dit moment in een vat met vloeibare stikstof liggen te wachten tot de wetenschap zover is dat ze weer tot leven gewekt kunnen worden. Ze noemen zichzelf cryonisten. Best een beetje creepy, toch? Persoonlijk voel ik hier weinig voor. Het is meer fictie dan science. Maar overleven door bevriezen is wetenschappelijk gezien wel erg interessant. Afbraakprocessen in je lichaam vertragen als je lichaamstemperatuur daalt. En jezelf bevriezen zou deze processen zelfs nagenoeg tot stilstand kunnen brengen. Wat als jij in de toekomst, net als de superheld Bucky Barnes, de Winter Soldier uit de Avengers, ook levend uit zo'n bevroren winterslaap zou kunnen ontwaken? Het probleem is alleen dat we vriezen en dooien nu goed kunnen controleren, maar alleen voor kleine bouwstenen van ons lichaam. Dus voor enkele cellen en niet voor complexe weefsels, laat staan voor een heel lichaam. We beheersen de techniek dus nog niet goed genoeg. En als wij ons lichaam nu in een vriezer stoppen, dan vriezen onze cellen, weefsels en organen kapot. Ik probeer daar een oplossing voor te vinden. En dat doe ik niet voor die cryonisten of omdat ik graag zelf een superheld wil zijn. Dat doe ik omdat die kennis heel belangrijk is. Onder andere voor donororganen. Want zoals je misschien wel weet, is daar een groot tekort aan. Enerzijds omdat we simpelweg te weinig donoren hebben. En anderzijds omdat we ook veel te weinig tijd hebben om de donororganen die er zijn te benutten. Neem een donorhart. Vanaf het moment dat iemand overlijdt, heeft een arts maar 4 uur de tijd om deze persoon te opereren, om het hart eruit te halen, om te checken of er een match is met een patiënt op de wachtlijst, om het hart te transporteren en om deze persoon op tijd in de operatiekamer te hebben liggen om het hart weer aan het werk te krijgen. Dat is dus bijna niet te doen. En geschat wordt dan ook dat hierdoor wereldwijd zo'n 70-80% van alle donorharten verloren gaan. Hoe mooi zou het zijn als we die tijd zouden kunnen rekken? En dat kan door het hart te bewaren op veel lagere temperaturen dan we nu doen. We noemen dat cryopreservatie. Dan vertraag je alle afbraakprocessen en dan win je dus tijd. Hoe kouder, hoe beter. Maar zonder dat cellen kapot vriezen. En zoals ik al zei, dat is een uitdaging. In dit college wil ik met jullie kijken naar de effecten van bevriezing. Waarom levert het zoveel schade op? En hoe kunnen we die schade voorkomen? En kunnen we dit misschien afkijken uit de natuur? Je stopt vast wel zelf eens wat in de vriezer. En dan zul je merken dat niet alles daar even goed tegen kan. Denk bijvoorbeeld aan aardbeien. Als je die weer ontdooit, dan verschrompelen ze. De aardbeien behouden hun smaak, maar ze veranderen zo sterk van textuur dat we ze vers vele malen lekkerder vinden. Een ander voorbeeld is Italiaans schepijs. Als je dat niet goed bewaart op een constante lage temperatuur, dan ontstaan er ijskristallen en wordt het ijs korrelig. Dus ook veel minder lekker, ook weer vanwege die veranderde textuur. Deze effecten noemen we vriesschade. Dit is de schade die ontstaat doordat water bevriest, waardoor ijskristallen vormen en structuren kunnen veranderen. Het is een veel voorkomend probleem, want de meeste van onze producten bestaan voor een groot deel uit water. Denk aan eten en aan drinken, maar ook aan producten zoals verf. En het is lastig, want als jij dit probleem thuis al hebt, dan kan je je voorstellen wat het betekent voor grote bedrijven en voor supermarktketens die al die bevroren spullen verpakken, vervoeren en bewaren. Terug naar ons eigen lichaam. Laten we eens kijken hoe schade door vriezen en dooien ontstaat. Grofweg zijn er 3 oorzaken. Allereerst kristalvorming. Zodra water bevriest, oftewel kristalliseert, vormen ijskristallen. En die ijskristallen die kunnen erg puntig en scherp worden, waardoor die aardbeien kapot gaan. En dit is ook het probleem voor cryopreservatie van organen.
De cellen in ons lichaam, dat zijn als het ware blaasjes. En die bestaan ook voor een groot deel uit water. Net als de ruimtes tussen de cellen in. En de scherpe kristallen die daar ontstaan, die kunnen cellen uit elkaar duwen. Die kunnen de circulatie in bloedvaten belemmeren. En die kunnen als naaldjes onze cellen doorboren. Alsof je een ballon kapot prikt. Het tweede effect is ruimtegebrek. Water is vloeibaar, maar zodra het bevriest, dan verandert een deel van de vloeistof in een vaste stof. En veel bouwstenen van onze cellen die lossen prima op in water, maar die zijn uitgesloten van ijs. En hoe meer ijs dus ontstaat, hoe minder er ruimte is voor de opgeloste moleculen. Ze worden als het ware een beetje op elkaar gedrukt, want de beschikbare ruimte neemt af. En dat levert dus in de cel extra druk en extra stress op. Omdat die moleculen, die opgeloste stoffen, heel bewegelijk zijn en dus graag een zo groot mogelijke ruimte verkennen. Nou, bij extreem ruimtegebrek dan wordt die concentratie van opgeloste stoffen zo hoog dat sommige van die stoffen zo stevig op elkaar komen dat ze helemaal niet meer loskomen. Ook niet bij ontdooien. Daarom kan je verf beter niet 's winters in een onverwarmde schuur bewaren. Want na vriezen en dooien mengt de verf niet goed meer en blijft het klonterig. Ook in onze cellen, in ons lichaam, kunnen zulke klonten ontstaan. We noemen ze aggregaten, waardoor onze cellen niet meer goed functioneren. Verder kan vriesschade ook tot explosiegevaar leiden. En ook dit heeft weer te maken met het ruimtegebrek. Stel je voor twee cellen die tegen elkaar aanliggen en van elkaar gescheiden zijn door een wand. We noemen dit een membraan. En dit membraan is half doorlaatbaar. Dat betekent dat het sommige dingen wel doorlaat en andere dingen niet. Water laat het wel door, maar zouten en andere grotere moleculen die erin zijn opgelost niet. Stel je nu voor dat in één van de twee van die cellen stress ontstaat door ruimtegebrek, door bevriezing. In die gestresste cel gaat dan de concentratie van opgeloste stoffen hard omhoog. In verhouding is er dus minder water over om vrij in te bewegen en gaat dus de druk omhoog. In de buurcel ondertussen is er niks aan de hand. Daar is de concentratie nog laag en er is er volop water. Daar is de druk dus lager. Nou, om die balans te herstellen, zouden dus de opgeloste stoffen van de gestresste cel naar de buurcel kunnen verplaatsen, ware het niet dat dat verhinderd wordt door die half doorlaatbare wand. Water kan die wand wel passeren en schiet als het ware te hulp, om zo het drukverschil te compenseren. En netto stroomt er dus zo meer water van de buurcel naar de gestresste cel. Dat noemen we osmose. Zo ontstaat er een nieuwe balans. Eind goed, al goed, zou je zeggen, maar bij extreem ruimtegebrek gaat het toch mis. Dan wordt het drukverschil zo groot dat de buurcel zoveel water verliest en heel erg uitdroogt, terwijl andere cellen juist zoveel water opnemen dat ze kunnen exploderen. Alsof je een ballon te hard opblaast. Het kristalliseren of bevriezen van water onder het vriespunt kan dus erg schadelijk zijn. Gelukkig kan ons lichaam veel schade zelf repareren. Maar als de schade te omvangrijk is, dan wordt het onomkeerbaar. En dan kan zelfs het krachtige, zelfherstellend vermogen van ons lichaam het niet meer terugdraaien. De natuur heeft hier slimme oplossingen voor gevonden. Namelijk bevriezen voorkomen of toch op de een of andere manier ermee leren leven. Het waterbeertje gebruikt de eerste techniek. Hier zie je zo'n beestje extreem uitvergroot. Het is namelijk zo'n klein diertje dat het niet met het blote oog waarneembaar is. Maar het is wel ijzersterk. Als de hele wereld vergaat, wordt er gedacht dat dit beestje toch blijft leven. En deze diertjes kunnen overleven bij extreem lage temperaturen van wel 200 graden onder nul. Wat doet dit beestje dan om vriesschade tegen te gaan? Het vervangt vrijwel al het water in zijn lichaam door suikers en eiwitten. En zo komen waterbeertjes bij temperaturen ver onder de 0 graden terecht in wat we noemen cryptobiose, oftewel schijndood. En zo voorkomen ze zelfs bij deze extreem lage temperaturen bevriezing. Ook wij gebruiken verschillende moleculen, zoals suikers en zouten, tegen vriesschade. We strooien bijvoorbeeld zout in de winter om het vriespunt te verlagen, zodat onze straten niet bevriezen. En we voegen zout en suikers toe aan ons roomijs. Niet alleen voor de smaak, maar ook om te voorkomen dat er kleine ijskristalletjes ontstaan, waardoor roomijs korrelig wordt. Deze methodes zijn dus gangbaar en effectief, maar ze hebben een belangrijk nadeel. Voor een forse vriespuntsdaling
heb je grote hoeveelheden nodig. Dat komt doordat de beoogde vriespuntsdaling afhankelijk is van de concentratie van opgeloste stoffen. Dus hoe meer zout of suiker je gebruikt, hoe lager het vriespunt. Dat komt doordat die vriespuntsdaling een colligatief effect is. En dat betekent dat het effect afhangt van hoeveel je oplost, maar niet van wat je oplost. Ik ben geïnteresseerd in een andere aanpak. Waarom? Omdat ik met zo klein mogelijke hoeveelheden een zo groot mogelijk effect wil bereiken. Om de samenstelling en de structuur van een product zo min mogelijk te veranderen. En om het risico te beperken op schadelijke neveneffecten die kunnen optreden tijdens cryopreservatie, juist door het gebruik van grote hoeveelheden beschermende stoffen die hier nu voor nodig zijn. Maar waar vind je materialen tegen vriesschade waarvan je niet zoveel nodig hebt? In de natuur. Op Antarctica, op de Zuidpool. Hier is het zeewater extreem koud. Toch drijft er wel ijs op, maar veruit het grootste deel van het zeewater bevriest niet. En dat komt doordat het flink zout is. Door de hoge zoutconcentratie daalt het vriespunt tot onder de 0 graden. Het zoute zeewater vriest pas bij min 1,9 graden. Door het colligatieve effect dat we zojuist bespraken. En de ijsvissen die hier zwemmen zijn koudbloedig. En dat betekent dat hun lichaamstemperatuur zich aanpast aan de omgevingstemperatuur. En die daalt dus ook enorm tot onder de 0 graden. En toch bevriezen de vissen niet. Ook al is hun bloed lang niet zo zout als zeewater. Het colligatieve effect van de opgeloste stoffen in het bloed is dus onvoldoende. Het levert slechts een kleine vriespuntsdaling op tot ongeveer min 0,7 graden. Te weinig dus. De ijsvissen moeten dus nog een gat van 1,2 graden overbruggen. Ze moeten dus nog een andere strategie hebben. In het midden van de vorige eeuw boog een groep Canadese biologen zich al over dit mysterie. En ze gingen op expeditie naar Antarctica om in kaart te brengen wat voor soort vissen hier leefden en waarom die niet bevroren. Dat is een heel karwei, want terwijl je hier in Nederland gewoon aan zee een hengel uitgooit als je wil vissen, moet je op de Zuidpool om te vissen eerst door een paar meter ijs boren om überhaupt bij water terecht te komen. En wat de biologen daar vonden was heel bijzonder. Ze ontdekten dat diepzee-ijsvissen vrijwel direct sterven zodra ze opgehengeld worden. Terwijl ijsvissen uit ondiepe wateren aanraking met ijsjes konden overleven. En de wetenschappers concludeerden dan ook dat sommige ijsvissen schijnbaar iets in hun bloed moeten hebben waardoor ze niet volledig bevriezen en hun bloedsomloop dus niet tot stilstand komt. En dat bleken hele bijzondere eiwitten te zijn. Zogenaamde antivries-eiwitten. En het unieke aan deze eiwitten is dat ze goed op ijs plakken. In tegenstelling tot vrijwel alle andere materialen die we kennen. Probeer maar eens op een ijsklontje een sticker te plakken. Lukt prima op een blokje hout. Maar als we datzelfde proberen op een ijsklontje, dan zul je zien dat het er vrijwel meteen weer van afglijdt. Inmiddels weten we dat deze bijzondere eiwitten voorkomen in tal van soorten en maten. En dat niet alleen, er is ook een enorme diversiteit in functie. Eén ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Ze hechten allemaal aan ijs met wat we noemen het ijsbindende vlak. In ons laboratorium in Eindhoven onderzoeken we hoe antivries-eiwitten nu precies de groei van ijs remmen. En we weten nog lang niet alles, want tot voor kort waren er nog geen technieken beschikbaar om dit proces direct waar te nemen. Hiervoor zijn hele gevoelige en nauwkeurige meetmethodes nodig, omdat de eiwitten minuscuul klein zijn. Zo ongeveer een miljardste van een meter. Nu kunnen we het wel en bestuderen we dus hoe de eiwitten dit klusje klaren. En wat vaststaat is dat antivries-eiwitten zich met hun ijsbindende vlak, dat fungeert als een soort van sticker, hechten aan groeiende ijskristallen, zoals die voorkomen in het bloed van ijsvissen. Om precies te zijn hechten antivries-eiwitten aan specifieke kristalvlakken, namelijk aan die kristalvlakken waarmee ze een goede match hebben. Het ijsbindende vlak van de antivries-eiwitten en het kristalvlak van ijs moeten dus heel precies op elkaar passen. Vanwege de grote verschillen in samenstelling en structuur van de eiwitten zijn er ook grote verschillen in hechting en in werking.
Sommige eiwitten hechten aan prismatische vlakken, andere aan basale vlakken en weer andere aan verschillende vlakken. En juist deze vlakken, dus de vlakken waaraan de eiwitten binden, deze vlakken groeien langzamer of groeien zelfs helemaal niet meer. En hierdoor boetseert een antivries eiwit een ijskristal, dus als het ware in een vorm die karakteristiek is voor het type antivries eiwit. En het mooie van die antivries eiwitten is dat ze bijzonder effectief zijn. Voor dezelfde vriespuntsdaling hebben we 400 keer minder antivries eiwitten nodig dan suikers of zouten. Precies wat we willen, zou je zeggen. Niet meer suikers en zouten toevoegen, maar juist minder. En dat klopt, maar om deze kennis en deze technologie toe te passen, willen we natuurlijk niet al die antivries eiwitten uit ijsvissen isoleren. Daarom zetten we in ons lab bacteriën aan het werk, om deze eiwitten voor ons na te maken. En dat niet alleen. Wij maken ook totaal nieuwe materialen, geïnspireerd op de werking van deze antivries-eiwitten. Antivries-eiwitten hebben namelijk een groot nadeel. Eén kleine verandering in het ijsbindende vlak en ze werken niet meer. Daarom ontwikkelen wij nieuwe materialen die net als antivries-eiwitten ijsgroei remmen of zelfs volledig blokkeren, maar minder gevoelig zijn. Nieuwe materialen waar we ook aanvullende functies kunnen inbouwen. Nieuwe materialen die ijskristallen niet masseren tot puntige vormen die cellen lek prikken. Nieuwe materialen waarvan wij hopen dat ze in de toekomst in de praktijk gebruikt kunnen worden. Niet omdat we dan de Winter Soldier of cryonisten weer tot leven kunnen wekken. Dat blijft echt fictie. Dat is echt een brug te ver. Maar wel om donororganen langer te behouden voor transplantaties. Stel je voor dat we straks niet slechts 4 uur, maar wel 4 dagen de tijd hebben. Dankjewel.